zes heeft een commando, windvest, privant. Niemand gaat daar voorbij. Tweede lijn afremmen. Voilà, en de commissaris heeft het startsein gegeven, dus zijn we vertrokken. En ik zie hier wel een goede start van Winvest met daarnaast deur nummer 4, Tino Pai. Tino Pai, en dan hebben we een trésor die daar vooraan ook achter Winvest is. Met thuis naast zich heeft. En dan hebben we Avanti, de nieuwkomer, die daar nu komt aansluiten. Met Christophe. En Avanti komt daar nu wel goed bij. Krijgen daar een haakje van die trésor die dat probeert bij te komen, maar moet daar eventjes afremmen. Het is dan nog altijd Winvest in Hall die de kop heeft, samen met Tino Pai. Wat verdomme die vliegt niet. En het commando wordt daar nu op handen gedragen met Tino Pai, samen met Winvest. Daarachter die kleine Urts, Trésor, in die derde positie. Dan hebben we ook nog die vijf Ascot die daarmee aangetrokken is. En die Avanti. Een mooie naam voor een paard, Avanti. En nu lopen ze allemaal weer lekker bij elkaar, alsof het nog niet warm genoeg is. Kruipen ze weer dicht naast elkaar. Het is nog altijd Winvest Riva met Tino Pai. En als Tino zijn Pai straks gaat afschieten, gaat de snelheid wel weer naar omhoog gaan. Dan gaat Winvest Riva langs die binnenzijde moeten meegaan. Samen met Urs, Trésor. Tempo wordt een beetje onderdrukt. En wie gaat er eens in de aanval? Wie durft er hier het eerste startschot geven? Is het die Tino Pai die durft er in de aanval te gaan ten opzichte van die Trésor en die Winvest Vivant? Winvest Vivant die zit dan altijd in die binnenzijde met de handjes vol, maar met daarnaast het zware geschut, die Tino Pai, het gevaar van heel het peloton. Zit daar in die gele Suki nog altijd ook met zijn handen vol. Tino Pai die gaat straks in de aanval gaan. Gaan de anderen kunnen meegaan hier in het peloton. Met Wezar, Urs, Avanti, Ascottehaai, Winvest Vivant. Wie gaat er in de aanval bij Tino Pai? Tino Pai zit hier nog altijd lekker vooraan. Tino Pai die gaat nu in de startschotten gaan. Hij gaat afschieten, zijn pijl gaat er nu wel uitkomen. Maar nog altijd is nummer 6 wel lekker mee langs die binnenzijde met Winvest Vivant. Wie durft er nu weer in de aanval te gaan? Wie gaat er nu het schot geven? En het is Tino Pai. Tino Pai die gaat zijn pijl afschieten. Tino Pai met zijn hele Suzuki. Wat een knaller, wat een sensatie van Tino Pai. Tino Pai gaat nu 1 meter verder lopen van Andorres. Maar daar hebben we hem weer. Daar hebben we hem weer. Maar het gevaar doen. Ai, een grote fout van Tino Pai. Niet van twee van die Tino Pai. Wat zeer spijtig is, en wie krijgen we dan hier op de eerste plaats? Wordt op die kleine Urs of zijn er nog andere paarden die in de aanval gaan? Maar het wordt een prachtige strijd van al deze paarden die het samen gelopen hebben. Op, we letten in die draai, jongens. Eventjes kijken naar de commissaris en wat het resultaat is. Maar ik vond het wel heerlijk om naar te kijken. Met die hebben we het in 2007.